Goedendag, ik heb een wintersbeeld meegenomen, want deze woensdag sneeuwt het flinke Zwitserland en kan het in de dalen soms al 40 tot 50 centimeter verse sneeuw vallen. Behoorlijke hoeveelheden, maar ja, de verschillen blijven wel groot in de Alpen. Want ga je wat meer richting het oosten of zuiden, ja, dan kan dit het beeld zijn. Goede pistes op hoogte, maar aan de dalen veel al groen. Hierachter zie je dat ook mooi. Het hele dal groen en dan kan het toch nog wel eens onder de 2000 meter tegenvallen met wat papsneeuw. We gaan eerst kijken naar het beeld bovenaf en dan zien we ook die sneeuwval van Zwitserland en deels de Voralberg en de Dolomieten ook goed terug. Het is een band met actieve regen en sneeuw vanaf 1000 meter over Zwitserland en dus deels Oostenrijk. Maar aan de oostkant en de zuidkant zien we dat het daar veel droog blijft en die band die komt eigenlijk amper van zijn plaats af. Die blijft de komende 24 uur over dat gebied liggen. En dan lopen die hoeveelheden nog wat verder op. En lokaal zou er zelfs nog wel een meter sneeuw kunnen vallen. Ga je wat meer naar het oosten toe, richting de Dagstein- en Capron-regio, Ja, daar valt het allemaal wel een beetje tegen. En ook richting de Franse Alpen moeten ze tot het weekend nog wachten op nieuwe sneeuwval. Daarentegen wordt het wel mooi weer op vrijdag en zaterdag. Maar zondag zien we een volgende pluk met actieve neerslag de Alpen benaderen. En dan kan het in de Dolomieten opnieuw weer flink sneeuwen. Dus ja, de verschillen die blijven nogal groot. Gaan we naar het wat grotere beeld kijken. Ja, dan zien we vanaf donderdag dat die neerslag van vandaag weg is. En dat we onder een leiding van een hoge drukgebied boven Scandinavië. Het allemaal een stuk stabieler en droger is. Er komen echt twee hele mooie dagen aan. Maar vanaf zaterdag. Zien we dat waarschijnlijk weer nieuwe storingen vanuit het zuiden de Alpen benaderen. En dan kan er in de Dolomieten en in de Italiaanse Alpen weer behoorlijk wat sneeuw vallen, maar Oostenrijk blijft daarentegen grotendeels droog. Daar moeten ze waarschijnlijk tot aan maandag wachten. Zien we die ook gebeuren, dan trekt een lage drukgebied ook over dat deel van de Alpen. Dus de verschillen in de Alpen blijven de komende tijd best groot. Maakt echt wel uit waar je in de Alpen zit. Kortom Ga je wat meer richting Oostenrijk, dan kan dit het beeld zijn voor komende week. Veelal padbeelden met ja, toch wel hoge temperaturen. Zit je wat meer in de Italiaanse Alpen of de Zwitserse Alpen? Ja, daar valt dus de komende tijd nog vaak verse sneeuw en zullen de condities ook echt wel een stuk beter zijn. Ik wens u een fijne dag.